Goedemiddag, ik kom aan ons. Ik was een beetje verrast. Ik had nog een beetje een brochure geleerd en een naam verscheen. Dus. Ik ben zeer blij hier vandaag jullie ons e-twinning project van vorig jaar te mogen voorstellen, namelijk Internet Safety and Digital Footprints. Het is een e-twinning project geweest dat we hebben uitgevoerd met leerlingen in de derde graad secundair onderwijs. Voornamelijk leerlingen aan de richting informatica beheer. Vandaar ook dat we ook rond ICT een project uitgewerkt hebben. We hebben dat project uiteraard niet alleen gedaan, met een e-twinning-project. We hebben dat samen gedaan met een school uit Spanje, Tsjechië, Roemenië. En ik zie nu dat er Spanje er twee keer in staat. Meneer Denkje, Verenigd Koninkrijk moest er nog bij. Mijn foutje van mij, excuses daarvoor. De school uit Verenigd Koninkrijk is wel vrij snel eigenlijk uitgevallen dat we enkel met Spanje, Tsjechië en Roemenië overgebleven zijn in het project. Nu, waarom hebben we gewerkt? We hebben vooral gewerkt rond te kijken hoe wat zijn de gevaren op het internet en welke digitale voetafdrukken laten wij als jongeren, volwassenen allemaal achter op het internet. Welke informatie is er van ons, zonder dat we het misschien weten of beseffen, allemaal terug te vinden op het internet. En gebaseerd op die informatie, daar zijn we mee aan de slag gegaan en dat heeft uiteindelijk geleid tot het eindproduct van ons project, een soort van handleiding voor tieners in Europa om zich beter te gaan beschermen online tegen alle andere gevaren die er online zijn. We hebben daarvoor een aantal activiteiten uitgevoerd uiteraard. Allereerst heb ik hiermee gemeld kennismaken met elkaar, ik denk dat het klassieker is in heel veel digitale projecten. De eerste activiteit die echt te maken had met het project was er wel wat aan gelinkt. Dat was de activiteit die wij Spooks genoemd hadden, daar eigenlijk namelijk een serie op tv. Hè. Waar het eigenlijk onze leerlingen de naam kregen van een leerling uit een partnerland en zij een soort van background check moesten gaan doen. Op het internet moesten gaan zoeken naar welke informatie dat ze van een leerling konden vinden. Van sommige leerlingen was er zeer weinig tot niets op het internet te vinden. Van andere leerlingen was er zeer veel, veel meer dan de leerlingen eigenlijk zelf wel verwachten of dachten dat er nog over hen te vinden was. Toch wel een aantal foto's van leerlingen, het is een derde graad, dus ze mogen ook wel eens een biertje drinken. Maar toch een aantal foto's gevonden van leerlingen die een biertje te veel op hadden. Dus dat is natuurlijk ook zaak daar aan het tegenkomen. Nu, dat was eigenlijk best wel goed dat die resultaten die we teruggevonden hadden, dat toch zo verscheiden waren. Want dat was een heel mooi aanknooppunt om naar onze volgende activiteit over te gaan. Namelijk van oké, als we zoveel informatie op het internet kunnen terugvinden, wat zijn dan eigenlijk die gevaren daarvan op het internet? En daarbij welke andere gevaren komen er nog allemaal terug? En dat hadden we aangepakt aan de hand van het ontwikkelen van een Common Mind Web, zo hadden we dat dan genoemd. Waarbij dat dus eerst de partnerscholen in eigen land met de leerlingen eens gingen brainstormen om te kijken hoe dat vinden wij eigenlijk dat gevaren zijn op het internet. En nadien hebben we via een videoconferentie dat een keer een uurtje laten overleggen door de leerlingen en daar is dan uiteindelijk deze mindmap uitgekomen die dat alle onderdelen, alle gevaren die dat de verschillende partnerlanden zagen op het internet netjes in verwoord stond. Eens die activiteit gedaan, was het ook weer het aanknooppunt voor de volgende activiteit. Namelijk dat we op 5 februari 2013 met de partnerscholen meegedaan hebben aan de Safer Internet Day. Dat het uiteraard perfect paste binnen ons project. En op onze school hebben de leerlingen een aantal workshops opgezet. Ze hebben die van A tot Z volledig zelf uitgebouwd en ook volledig zelf gegeven. Ik heb daar als begeleidende leerkracht eigenlijk weinig of geen werk mee gehad. Enkel af en toe een beetje intonen in hun enthousiasme. Maar dat is uiteraard goed te doen. En zij hebben op internet een hele dag lesgegeven aan alle andere klassen in onze school. En hen verteld over gevaren op het internet aan de hand van video's, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. En ook heel wat leerlingen laten zien van kijk, je Facebook-account kan je op deze en die manier gaan beveiligen. En het bleek dat heel veel van onze leerlingen daar nieuwe dingen zagen die ze nog niet kenden en dat ze eigenlijk niet goed wisten hoe ze hun Facebook-account moesten gaan beveiligen. Nadien zijn we aan de laatste activiteit begonnen, ook gebaseerd op die Common Mind Map. Dat was aan het uitwerken van die handleiding voor tieners over het
internet safety op het internet. En we hebben die internet safety for teams genoemd. Een klein beetje een speling daar met de VR10. Gebaseerd op de mindmap werden een aantal onderwerpen verdeeld over partnerlanden. En elk partnerland heeft dan dat onderwerp wat verder uitgediend. Daar wat meer informatie over opgezocht, over wat zijn de mogelijke gevaren en wat zijn de mogelijke afremmingsmiddelen dat we daarin kunnen doen. En dat is dan allemaal netjes gebundeld in enerzijds een blog, een website waar al die informatie op terug te vinden is. En anderzijds ook in een e-book, waarvan hier een screenshot, die ook te downloaden is via die website en die dan kan gebruikt worden voor mensen om eens te kijken van goed, hoe kan ik mijn Facebook beveiligen, hoe kan ik veilig omgaan met Twitter enzovoort. Dat was zo'n beetje een kort overzicht van ons project. Dank u wel.